Het vrolijk gekabbel wat u hier op de achtergrond hoort is het zog van Longboat Brave. Het stroomt hier als een dol. Maar deze tijd van het jaar is er één iemand die daar lak aan heeft. Vanuit Noordpolderzeil is daar aankomen groeien, Coaster Orion. En de laatste meters maken wij hier live mee. Ja. Langzaam maar zeker de laatste meters. Hoe heette dit wat ook alweer? Hornhuizer wat of het... Nee. Dit is Groninger wat? Het Rutje wat. Hier? En terwijl daar de laatste meters worden afgelegd in Coaster Orion. Zijn op Coaster Batier. Kom Thomas! Wordt op Batier het edele werpankeren in de praktijk gebracht. Ongelooflijk, voorzitter. Het bestaat nog. Oh nee. En de laatste meters. Nou, want op het moment dat schipper naar voren zich haast. Ik vind ik ben er. We pingen en de sonar geeft een diepte aan van 5 voet. Dat betekent klaar voor onder water. Oh. En op Coaster Zandloper ziet u de hele kunst van het langzij komen met de fokbak. De voort wordt op de bak gezet en terwijl de ankerlijn zich, het anker zich verder ingraaft, vlijt het schip zich naast het andere schip. Wordt de lijn overgeworpen en baart oefening nog steeds kunst. Ga nog één keer proberen hoor. U ziet, de druil wordt wat losgezet. De ankerlijn wordt uitgevierd. Aan het einde verdwijnt papier. Al werpanker. Ondertussen op Batier wordt rustig doorgewerpankerd. Heb je 2 ankers voor nodig eigenlijk? Hij heeft 2 ankers. Gebruikt het anders. Ja. Ik heb meerdere camera's nodig hier, zeg.
Let op. U ziet, ook in deze sterke stroom. Jammer. Nee! Ik denk dat het een hele lange bonte avond gaat worden. Kijk eens naar deze poel. De Kooster draait haar bevallige neusje in de richting van het moederschip. En tegelijkertijd wordt aan de andere kant bij Kooster Orion dezelfde actie uitgevoerd. Dit wordt wel een heel lang filmpje. Wat is de maximum upload-tijd op YouTube? Bij mij, ik heb wacht langer dan een kwartier. Oh, we zitten inmiddels op 21 minuut 37. Rob, het moet nu gaan lukken, Rob. Ja! De werplijn is overgeschoten. De lijn is lang genoeg en wordt bevestigd op de voorste klap. Maar we gaan nog even terug wat hier achter de draal zich afspeelt. Ook hier is de voetpak gezet. Ik weet het. Ik zie wat hier aankomen groeien nadat het werpanker jammerlijk mislukt is in deze felle stroom. Heerlijk poging, vind ik het. Ja, zeker. En ook hier telt de Olympische gedachte. Alle verschillende grijskleuren. Hier? De vlog wordt pak getrokken. Als het geld straks staat, dan mislukt het. Maar we hebben een hele lange lijn. Wil het soms wel eens lukken als er naar beneden winst geworpen wordt. Ryan blijft prachtig liggen met een vorkje bij. Ja. Ja.
binnen is tot stand gebracht. En zo direct kan de bonte avond een aanvang nemen aan boord van de ruime longboat Brave. Aan de palen gesmeerd. Er zijn twee verbindingen tot stand gebracht. Daar achterwege laten. De beelden spreken voor zich. Wat? Dit was Trigger 22, Doeltje Bella.